militairen, politieagenten, docenten, verpleegkundigen. Die moeten gewoon substantieel meer betaald worden. Dat zijn mensen die, waarvan iedereen zegt, nou, dit is nou echt de essentiële beroepen in Nederland. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering Over de Vloer Bij. We hebben een hele speciale gast vandaag. Ondernemer en politicus. Een hele bijzondere combi waar er niet veel van zijn in Politiek Den Haag. Overigens, persoonlijk, vind ik wel dat er meer had mogen zijn in Politiek Den Haag. Maar goed, daarover gaan we het nu even niet hebben. We gaan het hebben over Wibberen van Hagen. Een hele bijzondere man / ondernemer die de boel wil veranderen. Ten goede van het MKB, want het MKB is de motor van onze economie, wat ook banen creëert. Voor ons als Working Rebels heel belangrijk, maar ook voor alle ondernemers in verschillende branches. Een belangrijk politiek persoon. Hoe is hij begonnen als ondernemer? Waarom heeft hij die stap gemaakt om van ondernemerschap naar politiek te gaan? Nou ja, dat zijn wel bijzondere vragen. En hij heeft ook nog eens een keer zijn groene baret in het verleden behaald. We hebben ook weer een wisje datje voor jullie in petto. Hij is natuurlijk succesvol ondernemer, maar is het financieel aantrekkelijk om vanuit ondernemerschap de politiek in te gaan? Dus gaan jullie met ons mee? Wibberen, we komen eraan. Nou, het is iets anders dan normaal. We zijn aangekomen in Haarlem, in een van de bedrijven van Wibberen van Hagen. En we zitten heel even op hem te wachten, want hij is momenteel heel erg druk met zijn politieke bezigheden. Dus... Oh, hey, goedemorgen. Ja. Hey. Dag. Nou, hoi, Kirlewitsi. Ja, Wibberen. Ja. Hoi. Dank voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. We gaan het vandaag hebben over, nou, over politiek, maar ook vooral over jouw ondernemerschap. Ja. Want we hebben ook wel een dringende vraag, want vanuit het ondernemerschap naar de politiek, dat vinden wij nogal wat. Ja, dat is niet niks. Nee, dus daarover willen we het uitgebreid hebben. En ook over je groene baret. Welke je in het verleden... Ja, dus... Groen jasje, groene beret. Ja, exact. Hè? Dus ook daar heb je ook in dienst gezeten? Ik helaas niet. Okay. Nee. Ik vind wel dat we daar weer naartoe moeten gaan. Naar een soort van dienstplicht. Ja, dat zou mooi zijn. En dat zal niet eens zo gek zijn. Maar, ja. Nou ja, je kunt beginnen met je sociale dienstplicht door op de lijst te gaan staan voor BVNL. En de Provinciale Staat in te gaan. Dat is een goeie. Dat doe ik zeker. Je even dus... NIO bellen? Ja, nee, absoluut. Nou, laten we gaan zitten. Ja. Zou je eens kunnen vertellen wie je bent en wat je allemaal aan het doen bent? Nou ja, ik ben een ondernemer van 55 jaar en ik heb elektrotechniek gestudeerd in Delft. In mijn laatste jaar nog mijn propedeuse rechten in Leiden erbij gedaan. Daarna ben ik in dienst gegaan, anderhalf jaar. Daarna 10 jaar voor Shell gewerkt, 3 jaar Gabon, 4 jaar Schotland, 3 jaar Oman. En daarna ben ik ondernemer geworden en dat was in 2002. Dus ik ben nu 20 jaar ondernemer. En als ondernemer word je totaal gefrustreerd door de overheid. Allerlei ambtenaren die leuke dingetjes aan het bedenken zijn, zonder te weten wat het in de praktijk uitwijst. Dus toen heb ik op een gegeven moment het besluit genomen, nou dan ga ik me er zelf maar een beetje mee bemoeien. Dus ben ik in 2010, denk ik, gemeenteraadslid geworden hier in Haarlem. Okay. En dat was echt een totale eye-opener, een totale openbaring van hoeveel invloed je kan hebben als je als mens, als burger mee gaat doen in ons democratische systeem. Mm-hmm. Heel erg leuk, heel erg verhelderend. Je hebt een tijd lang in de VVD gezeten. Ja, 38 jaar. Ja, en daarna een uitstapje en daarna BVNL. Waar staat BVNL precies voor als partij zijnde? Het belang van Nederland. En het belang van Nederland Het is eigenlijk de discrepantie tussen wat ik vind dat een partij moet doen, namelijk jouw belang, het belang van Nederland dienen, op alle verschillende facetten, ten opzichte van wat de meeste partijen die aan de macht zijn doen, namelijk het belang van bijvoorbeeld de VVD dienen, of het belang van Mark Rutte, of het belang van een individueel Kamerlid, omdat hij misschien nog ergens burgemeester wil worden. En ik vind dat als je daar zit en je hebt het mandaat gekregen van de kiezer, dan moet je ongeacht jouw eigen belangen, moet je het belang van Nederland dienen. De hele discussie rond de boeren, stikstof, voedselvoorziening. Het is niet in het belang van Nederland wat we aan het doen zijn. Er wordt een soort projectie gemaakt van... we zijn in het belang van het voorkomen van het exploderen van de planeet... vanwege klimaatverandering zijn we bezig. Dus het is voor de rest van de wereld gaan wij onze boeren van hun land jagen. En vervolgens afhankelijk worden van het buitenland voor de voorziening van ons voedsel. Iedereen die lid is van een partij
moet dat eigenlijk doen om het belang van Nederland te dienen. En daarom hebben we het belang van Nederland genoemd. De naam is verzonnen door Hans Smolders. Hoe ben je tot het idee gekomen om vanuit ondernemerschap letterlijk, hè, je wilde graag wat dingen gaan veranderen, maar wat was de voornaamste reden om vanuit ondernemerschap de politiek in te gaan? Nou, toch wel frustratie en woede de politiek ingegaan als gemeenteraadslid hier in Haarlem, voor de VVD toen nog. Ja, weet je, je loopt 30 keer tegen een vergunning aan die niet wordt afgegeven om de meest debiele redenen. Ja, wat zijn de onderwerpen welke je als eerst zou aangrijpen om zaken te gaan veranderen? Nou ja, ik vind dat de overheid moet zorgen voor een minimaal aantal dingen. En dat is zorg, onderwijs, de wegen, energiezekerheid, voedselzekerheid. Nou, we waren energiesoeverein. We hadden het gasveld in Groningen, het grootste gasveld in heel Europa, in de top 10 van de wereld. We hadden kolencentrales, we hadden een kerncentrale in Borselen. Er zouden er 6 komen, maar ze hebben er maar 1 neergezet. Mm-hmm. En anders hadden we nu gewoon voor 2 cent per kilowattuur gewoon vrije energie gehad. Maar ja, wat hebben we gedaan? We zijn van een energieproducerend land zijn we naar een energieimporterend land gegaan. Doordat we een stupide beslissing hebben genomen om het gasveld in Groningen dicht te doen. Mm-hmm. Terwijl er nog, nou ja, volgens de laagste schattingen nog 450 miljard kuub in de grond zit. Dat is gigantisch. Dat is 1500 miljard euro. Hè? Ongekend. En waarvoor heeft Nederland daarvoor gekozen? Ja, dat is gewoon die obsessie, die sectarische obsessie met het klimaat. Mm-hmm. Terwijl, ja, als je de grens overreed naar Duitsland, daar kregen mensen subsidie om over te gaan op aardgas, methaan, CH4, mm-hmm. kortste koolwaterstofketen, schone verbranding, niks aan de hand. Goed voor het milieu. Ja, het klimaat. Die hele discussie van het klimaat, ik laat het gewoon voortaan maar achterwege. Want je hebt mensen die zijn gewoon religieus gedreven met het klimaat. Ik ben ook heel erg gedreven, maar gewoon voor het milieu. We moeten geen schadelijke stoffen uitstoten. We moeten gewoon zorgen, geen kankerverwekkende stoffen gebruiken, asbest weghalen. Ik vind het allemaal prima. Nu voor het milieu zorgen. Ja. Maar we hoeven niet onze bejaarden in de kou te zetten. De bejaarden worden nu het ziekenhuis binnengebracht. Met het syndroom van Vattenfall, zo noemen Marcel Leven hier. Ja, nou, mooi verwoord. Ja, ja, je kan je gasrekening niet meer betalen. Dus, maar dat kan toch niet in een land als Nederland? Ja, en wat is nog meer een punt wat je graag zou willen aanpakken? Nou, ik denk dat er veel te weinig oog is voor ambitie en ondernemerschap. En, ik denk dat we naar een situatie toe moeten dat iedereen eens een keer applaus geeft voor die mensen die hard werken en risico's nemen en wel in het weekend nog bezig zijn. Ten opzichte van de mensen die thuis op de bank zitten te Netflixen. Dus die ambitie moet beloond worden. Mm-hmm. En hoe zou die beloond moeten worden? Wat zou er vanuit de politiek gedaan moeten worden? Ja, nou, kijk, we hebben nu een remmend belastingstelsel, hè? Een progressief belastingstelsel. Mm-hmm. Dus hoe harder je werkt, hoe relatief minder je overhoudt. Mm-hmm. Het begint bij mensen die op de bank zitten, die een uitkering krijgen, die wel zouden kunnen werken. Nou, die krijgen een bepaalde hoeveelheid geld. Mm-hmm. Als die figuur gaat werken in een laagbetaalde baan, postbode wordt, houdt diegene 300 euro netto per maand minder over. Mm-hmm. Nou, dus dat is de armoedeval. Dus ja, daar moet precies. Je in eerste instantie van af. Want daardoor zitten er 1,2 miljoen mensen in Nederland op de bank en jij bent hard aan het werk daarvoor. Nou, ik vind dat een systeemfout. Ja. Dan heb je in Nederland nog dat heel veel mensen parttime werken. Dan heb je de parttime malus. Dus het loont bijna niet om iets meer te gaan werken. Of voltijds te gaan werken. Omdat je dat progressieve belastingssysteem hebt en je toeslagen natuurlijk. Ja. Maar daarnaast heb je ook nog, als je gewoon echt snoeihard werkt en je bouwt iets fantastisch op, waarom moet je daarvoor gestraft worden? Met hoge belastingtarieven en met schenkbelasting en erfbelasting. Als jij een paar miljoen verdient en je wilt het aan je kinderen geven, je hebt er al 10 keer belasting over betaald, waarom zou je nog een gedeelte af moeten dragen aan de staat? Ik begrijp dat niet. Nee, ik zelf ook niet. Maar. Nee, BVNL wil gewoon schenkbelasting, erfbelasting naar nul. Mm-hmm. En een groot verschil tussen uitkeringen en bijvoorbeeld minimumloon. Mm-hmm. Nou, nu gaat het minimumloon iets omhoog. Wat doen ze? Ze koppelen dat aan de uitkeringen. Ja, dan hou je het in stand, hè? Ja, je bent tegen de wind in aan het plassen. Het slaat echt nergens op. Ik was bijvoorbeeld laatst in Roosendaal, waar ik in dienst heb gezeten. Daar merkte ik dat een eerste luitenant verdient 2700 euro bruto. Mm-hmm. Ben je eerste luitenant, officier? Nee. Ja, ik vind dat echt schandalig. Ja, daar kun je niet van rondkomen. Nou ja, dat kost wel echt heel veel moeite. Mm-hmm. Hè? Als je alleen bent en je bent 22 misschien wel. Maar
als je gewoon een gezin voor moet draaien en een huis voor moet betalen, dat wordt gewoon lastig. Als je de energierekening van Rutte nu moet betalen, dan kan het al helemaal niet meer. Maar militairen, politieagenten, docenten, verpleegkundigen, die moeten gewoon substantieel meer betaald worden. Dat zijn mensen die, waarvan iedereen zegt, nou, dit is nou echt de essentiële beroepen in Nederland. Het is toch heel gek dat ik in Den Haag rondloop en daar ambtenaren zie die gewoon een ton of meer verdienen. Mm-hmm. Hoogopgeleide docenten bijvoorbeeld, universitair geschoolde docenten, die verdienen bij lange na niet dat. Dan denk ik, dan ga je naar de universiteit en dan ga je uit idealisme op een middelbare school lesgeven. Mm-hmm. En dan verdien je gewoon een scheet en drie knikkers. Ja. Ik vind het niet uit te leggen. En op hetzelfde moment vinden we het wel normaal om 100.000 tot 200.000 immigranten binnen te laten, die we bij voorrang gaan huisvesten, die naar scholen gaan, die ons zorgsysteem belasten. En dat kost miljarden. Mm-hmm. Dat kunnen we allemaal uitgeven. Maar onze eigen mensen die onze kinderen lesgeven, onze ouders moeten verplegen, onze veiligheid moeten verzorgen, die vergeten we. Ja, dank je de koekoek. Dat kunnen we doen, omdat die mensen plichtsgetrouw zijn. Die gaan toch wel naar hun werk. Maar het verschil tussen wat zij verdienen en wat een zittende ambtenaar in Den Haag verdient, Nou, ook het contrast met wat we uitgeven aan de grootst mogelijke nonsens, of het nou klimaat is of stikstof of wapens voor Oekraïne. Ja, dat kan je niet meer uitleggen. Nee. En ik vind dat je daar best hard en zakelijk naar mag kijken. We hebben ook een vraag over het WEF, hè? Dat is hot item. Ik zag Geert Wilders 2 weken geleden erover twitteren dat bijna alle ministers de afspraken weer afzeggen en straks in privéjets naar Davos vliegen. Hoe kijk jij tegen het WEF aan? Kijk, uiteindelijk is het grote gevaar dat we dit soort supranationale organisaties, die ongekozen mensen hebben, Klaus Schwab is door niemand gekozen, die heeft het gewoon opgezet, krijgt honderden miljoenen van ons, van jouw belastinggeld. Ja, en daar, probeert hij regeringen mee te infiltreren, zo noemt hij dat ook. Mm-hmm. En hij probeert young global leaders te recruiten. Om een soort marxistisch ideaal over de wereld uit te rollen in een Great Reset. Mm-hmm. Nou, daar doet hij niet geheimzinnig over. Hij heeft er een boek over geschreven. Hij zet posters op abris van You will own nothing, you will be happy. Mm-hmm. Nou, voor een barmhartige kapitalist als ik is dat wel de grootste dreiging die je wil zien. You will own nothing, you will be happy. Nee, het eigendomsrecht is een fundamenteel onderdeel van onze kapitalistische samenleving. Onze hele welvaart, onze verzorgingsstaat, alles is gebaseerd op kapitalisme. Mm-hmm. En dan komt er een of andere oude man en die denkt aan het einde van zijn leven, nou echt, dat marxistische ideaal, dat was nog wel leuk. Mm-hmm. En die gaat dan iedereen lopen indoctrineren. Mm-hmm. En die supranationale organisaties, die zijn bezig met op hun manier macht te verwerven. Mm-hmm. En dat is levensgevaarlijk. En dan moeten we als democratie moeten we daarvan zeggen, nou, we gaan met z'n allen stemmen op BVNL. En BVNL zegt, we snijden de banden door met het World Economic Forum en al dat soort gekke clubjes. Mm-hmm. En als ze lekker communistisch willen zijn, moeten ze het lekker zelf doen. Klaus Schwab, geef je miljoenen maar weg. Ja, precies. Ja, begin bij jezelf. Ja, als je, word een communistische monnik en ga goed doen. Maar ga niet bepalen over mij of andere ondernemers dat wij alles even moeten inleveren vanwege een of ander absurd ideaal dat je hebt. Welke tip zou je Hugo mee willen geven? Wat is de beste tip volgens jou? Voor het vastgoed of voor hemzelf? Laten we beginnen bij het vastgoed. Oké, heel simpel. Kostendelersnorm eraf. Optoppen toestaan. Splitsen van woningen toestaan. Woningdelen toestaan. En in zijn algemeenheid maak beleggen in vastgoed voor andere mensen die er kunnen wonen gewoon rendabel. En dan heb je zo 1 miljoen woningen bij elkaar. Ja, eens. En voor hemzelf? Ja. Ik zou zeggen, zoek een mooie basisschool uit. Ga daar weer gewoon basisschoolleraar worden. En begin met het onderwijs van rekenen. Volgens mij moet hij daar nog een beetje op bijspijkeren. Nou, ik heb op de zaak nog een hele goede recruiter zitten. Die ga ik daarvoor aan de slag zetten. Nou, doe dat. Ja. We hebben ook nog een wist je datje opgenomen in de auto, voordat we hier naartoe reden. Oké. Want je bent een succesvol ondernemer, dat kunnen we wel zeggen. Gezien je cv, want die hebben we uitgebreid gelezen. Papier is gewillig, hè? Ja, absoluut. En is het initieel überhaupt interessant om voor jou in de politiek te zitten? Nee, natuurlijk niet. Nee. Het kost verschrikkelijk veel geld en verschrikkelijk veel tijd en verschrikkelijk veel energie. Maar ik heb gelukkig hierboven hele goede mensen zitten. Dus het draait natuurlijk wel door, maar
Nee, dat is, financieel is de slechtste zakelijke beslissing, de slechtste investering die ik ooit heb gedaan. Ja. Oké, maar verdien je nu ook wat in de politiek? Ja, ja, je verdient volgens mij 100.000 euro bruto. Oké, en zijn er ook nog declaraties die je kunt doen? Want dat hoor je ook nog wel eens. Hè? Hoe zit dat bij jou? Nou ja, ik declareer nooit wat. Okay. Dus ik weet het niet. Je mag geen bijverdiensten hebben. Mm-hmm. Dus als je bijverdiensten hebt, wordt dat verrekend met je kamersalaris. Oh ja. Dus ja, maar ja, als je een leven hebt ontwikkeld waarbij je hogere kosten hebt dan dit, mm-hmm. dan heb je toch een probleem. Ja, eens. Dus, maar goed, je hoeft geen medelijden met me te hebben, maar ja, voor het geld moet je niet de politiek ingaan. Nee, dan is het wel interessant hè, dat je uiteindelijk daar wel voor hebt gekozen. Ja, maar nou nee, ik heb in het begin van mijn leven gewoon gezorgd dat ik financieel onafhankelijk werd. Dus mm-hmm. financiële vrijheid zeg maar in zijn algemeenheid bereikte. Dus ik kan nu doen wat ik wil. En toen dacht ik van nou ja, laat ik dan ook maar wat gaan helpen. Mm-hmm. Niets vermoedend, want uiteindelijk is het echt een hele zware baan. En, dat geloof ik. Het kost ongelooflijk veel tijd en energie. Maar het is ook wel... Ja, op een bepaalde manier wel belonend. Als je dan een keer iets voor elkaar krijgt, dan is het ook wel heel fijn. Ja, mooi. Laten we het eens kijken terug, hè? Want je bent begonnen als ingenieur. Hè? Daar heb je je opleiding in gedaan. Daarna de groene baret. En wat vanuit de commando's, hè? Wat heb je daar het meeste van geleerd wat je dagelijks nog toepast? Nou, een van de belangrijkste dingen is gewoon dat je ontdekt dat als je gewoon maar door blijft gaan, dat het dan in 99% van de gevallen wel goed komt. Soms lijkt een berg heel hoog, maar als je maar gewoon doorgaat, dan gaat het wel goed. En zou je de dienstplicht, zou je dat weer gewoon, dat iedere jonge, weer in dienst moet gaan? Nou, ik denk dat het wel goed zou zijn. Ik zou het niet anderhalf jaar of zo laten zijn, maar een half jaar en dan een hele intensieve training. Dat je goed kan omgaan met wapens, dat je kan marcheren, dat je met een rugzak op de bergen door kan rennen, dat je... Nou ja, al die vaardigheden. En dat je nog een keer wordt opgevoed. Mm-hmm. Als je daar met die dienstplichtigen opkwam, en de meeste waren dan 18, ik was 24 volgens mij. Mm-hmm. Ja, kijk, het is niet zo'n harde maatschappij meer als vroeger. Dus iedereen doet maar wat. Mm-hmm. En nu helemaal, iedereen zit een beetje op zijn iPhone en te TikTokken. Ja. Maar het is ook wel goed om dat gewoon als allemaal niet te hebben en in het bos te zijn. En dan gaat het regenen en dan moet je daar toch slapen en dan moet je een bivakje bouwen. Beetje zelfvoorzienend. Absoluut, een beetje terug naar de natuur, gewoon simpele dingen. En hoe kijk je dan tegen de motivatie van jongeren aan? Hè? Want daar is vandaag de dag ook veel over te zeggen. Je ziet jongeren toch wel steeds luier worden. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik denk dat als er maar een incentive is... En mensen snappen dat ze als ze heel hard werken, dat ze heel succesvol kunnen zijn en meer luxe hebben en meer mogelijkheden hebben. Mm-hmm. Dat dan iedereen dat wel zal doen. Maar ja, we drijven nu af naar een soort neo-marxistische samenleving. Ja, dan zou ik als jongere ook denken van nou, bekijk het maar. Nee, je schrijft je in, je krijgt een woning, mm-hmm. je gaat op de bank zitten Netflixen. En je krijgt evenveel of meer dan wanneer je... een laagbetaalde baan doet, ja, de incentives zijn er gewoon steeds minder. Ik denk belangrijk is dat wij vanuit de politiek zorgen dat het aantrekkelijk is om te werken. Dat het ook leuk is om succes te hebben. Aan welke competenties moeten mensen hebben volgens jou? Als jij weer een groot bedrijf zou opstarten en je zou weer mensen aannemen, waar selecteer jij je mensen op? Ja, ik ben echt de slechtste om dat aan te vragen, want ik ben gewoon heel erg slecht in het inschatten van mensen. Kijk, het belangrijkste is denk ik loyaliteit. Alle mensen die hier werken, die werken al tientallen jaren. Mm-hmm. Want hoeveel mensen heb je nu in totaal in dienst? Nou ja, de zorgonderneming is net weg. Hè. Dat waren 30 mensen. En in het vastgoed hebben we denk ik een stuk of 15, 20. Dan hebben we nog een IT-bedrijf in Oman. Nou, we hebben een contract in Oman, maar het IT-bedrijf zit in India. En daar zitten nog denk ik 20 mensen. Dus dat is het wel zo'n beetje. Ja. Oh ja. En als stel hè, dat ik hier een van je collega's vraag, omschrijf wie er is. Hoe zouden ze jou omschrijven? Ik denk wel dat ze vaak vinden dat ik veel te soft ben. Hmm. Kijk, ik heb een paar keer meegemaakt dat je mensen echt 3-4 kansen hebt gegeven. En daarna
Krijg je een enorme aanvaring en daarna komt het goed en heb je 20 jaar een fantastische relatie. Mm-hmm. Dus dat hele autoritaire leiderschap waarbij je zegt, nou je maakt een fout, je bent nu weg. En zo selecteert het zich uit, dat doe ik niet, dat kan ik niet. En dat komt ook denk ik door mijn diensttijd. In Roosendaal was het gewoon anders. Je ziet niet onmiddellijk wie er een goede vent is. Mm-hmm. Klopt. En dat kan je pas weten als je met elkaar hebt geleden, gestreden. Mm-hmm. En vaak hebt gewonnen. Mm-hmm. Maar je moet een paar keer gehuild hebben in het bos voordat je door hebt wie er wel goed zijn en wie niet. Was je grootste zakelijke succes geweest? Toen ik nog helemaal niets had, geen gulden op de bank, mm-hmm. Dat je dan je eerste appartementje koopt. Ja, tof. En het moment dat ik in dienst ging ik dat appartementje verhuren. Mm-hmm. En dan merk je, dit is misschien wel een situatie dat je als je spaart, of je werkt, je spaart. En je kan dat inleggen bij een volgende mm-hmm. appartement. Dan heb je 2 appartementjes. Mm-hmm. 2 keer huurinkomsten. Ja, 2 keer 600 gulden. Mm-hmm. Niet veel. Maar ja, als je niks hebt en je zit in dienst, mm-hmm. verdien je ook niks. Ja, 600 gulden. En als je dan een appartementje erbij hebt, heb je toch dubbel salaris. Ja, eens. En hoe oud was je toen je het eerste appartement kocht? Ik denk 23. Oh ja. Ja. Een mooie leeftijd. Ik studeerde nog en ik was studentassistent. En ik heb mijn hele leven krantenwijken gedaan en in de horeca gewerkt. Mm-hmm. Dus ik had wel wat geld gespaard. 20.000 gulden of zo. Mm-hmm. En toen kocht ik een appartementje. Netjes. Ja, appartementje in Den Haag voor 38.000 gulden. Ongekend. Ja, hypotheek 13%. Bizar ook. Ja, maar dat was prima. Ja, nee, dat eens. Maar dat zijn bedragen en rentes die je nu niet meer voorbij ziet komen. Nee, maar toen was het ook al duur. Ja, dat en die rente was hoog en iedereen zei, je bent gek. Mm-hmm. Maar ik dacht, je kan wel gaan huren, maar huren moet je alleen doen als je ergens tijdelijk wil zitten, vind ik. Ja, om flexibel te zijn. En als je niet hoeft te huren, mm-hmm. koop het maar. En je doet je ogen dicht en 10 jaar later is de prijs verdubbeld. Ja, eens. Zeker met de inflatie die Hugo en Mark nu hebben aangewakkerd. Ja. Want ik geloof niet, 16% inflatie. Ja. Dus als je nu een constructie aanlegt met bezit en schulden er tegenover... Mm-hmm. Nou, dat loopt vanzelf uit elkaar. En we hebben het net al uitgebreid over het MKB gehad. En we zien dat die steeds meer de nek om wordt gedraaid door de politiek. Ja. Je krijgt veel internationale bedrijven die de macht vertegenwoordigen. Denk aan Amazon, alle grote ketens. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat een grote dreiging voor Nederland? Nou, toen ik binnen de VVD woordvoerder buitenlandse handel werd, toen heb ik me een beetje geconcentreerd op China. En het is onvoorstelbaar hoe afhankelijk wij zijn geworden van China. Mm-hmm. Doordat we op de een of andere manier een soort gekke globalistische gedachten terechtkwamen. Waarbij het niet meer uitmaakte waar iets geproduceerd werd. En transportkosten waren niet meer belangrijk. Mm-hmm. Dus we zijn nu over de hele wereld zijn we dingen aan het importeren. Terwijl volgens mij moeten we veel meer terug naar de kern. Gewoon lokaal produceren, lokaal consumeren. Geen transportkosten. Een beetje zorgzaamheid voor je omgeving. Ja, ook zorg dat je gewoon tussen individuen meer zorgzaamheid hebt. Mm-hmm. In plaats van dat je als een soort, soort vogeltje met een open gesperde bek naar de staat kijkt. Mm-hmm. Het gaat mis met mijn buurvrouw. Kun je mijn buurvrouw helpen? En de staat moet het dan doen. Nee, je kunt het gewoon zelf doen. Zorg een beetje community service. Een beetje gemeenschapszin. En als je dat op al die verschillende vlakken doet. Volgens mij wordt het dan een veel prettigere samenleving. En dan kun je ook al die abstracties van grote Europa, World Economic Forum, Great Reset, globalistische ellende, gewoon vergeten. Gewoon in je eigen kleine dorp, stad of gemeente het gewoon goed voor elkaar hebben, goed voor elkaar zorgen. En dan dat is volgens mij een beter uitgangspunt voor de samenleving. Ja, support the locals. Nou, ik vond het mooi dat in coronatijd plotseling werd gezegd. Hè? Eens. Natuurlijk, als jij wil dat je op de hoek bij je eigen bakker brood kan kopen, dat jij lekker vindt, omdat het al ambachtelijk gebakken wordt, nou, dan moet je natuurlijk niet je brood uit een of andere fabriek gaan halen. Nu zie je ook dat door die gestegen energiekosten, bakkers gaan over de kop. Ja. Iedereen zegt, laat maar. Ja, straks hebben we fabrieksbrood, staatsbrood. Ja, of 3D geprinte biefstuk. Ja, maar al dat soort onzin. De staat moet weg uit ons leven. Zeker weg achter de voordeur, maar de staat moet geminimaliseerd worden. Dus een minimale kleine overheid. Ja. Nou, als we dat kunnen bereiken, dan is het hartstikke goed. Maar inderdaad, die kleine ondernemer in je buurt, steun die mensen.
Koop daar. En het mag best wel wat extra kosten. Mm-hmm. Ja, je krijgt ook betere kwaliteit. Ja, en, gezonder. Absoluut. We gaan hem afsluiten, Wiebren. Okay. Ik wil je bedanken voor het hele fijne interview. Ja, jij bedankt. Volgens mij zijn we het over alle punten wel eens. Ja, het is toch raar. Ja, meestal zijn we het nog ergens over oneens, maar nu niet. Nee, zeker niet. Ik ging met hele goede gevoelens hier naartoe en ik ga nog met betere weg. Oké, nou. Ja, dus je hebt mijn verwachtingen letterlijk overtroffen. Dus mijn stem had je al, maar als ik een paar keer mocht stemmen, dan zou ik dat zeker doen. Ja, nou ja, als mensen nog lid willen worden, dan moeten ze even naar de website gaan. www.bvnl.nl. Word lid, kost €25 en je steunt ons enorm ermee. Mm-hmm. Nou, we gaan het uitgebreid vermelden. Oké, okay, blijf een ambassadeur van je. Dus ga je heel veel supporten. En dank voor het prachtige interview. En je gaat op de lijst staan. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Zo, weer op de terugweg van een geweldig interview met Wiebren van Hagen. Ik heb me enorm vermaakt, ook weer veel geleerd. En ik schuif het zelf ook niet onder stoel of banken. Mijn stem gaat absoluut naar BVNL. Dat ging hier al. En ik geef hem nu een dubbele stem. Want zijn beweegredenen, zijn ondernemerschap en waar hij voor staat. Ik vind het een prachtige kerel. En ook zijn politiek denkwijze. Geweldig, in één woord. En ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Gaat jullie stem ook naar BVNL? Of naar een andere politieke partij, laat het vooral even weten in de comments. Want ik ben wel geïnteresseerd waar onze kijkers op stemmen. Vergeet vooral niet te liken, te abonneren en die reactie achter te laten. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Dus, arrivederci, ciao ciao!